Het is 8 uur, maandagavond, en zoals u gewend van ons bent, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Rein de Gama, ik heet u van harte welkom. De afgelopen tijden hebt u misschien wel gehoord van e-government. Nou, wat is e-government? Dat is dus een Engels naam en de vertaling daarvoor is letterlijk elektronische overheid. Dit is iets dat zich in vele landen aan het ontwikkelen is en natuurlijk Srana Nomata Bakka, dus wij moeten natuurlijk ook meegaan met de wereld. In sommige landen is deze dienst al heel ver ontwikkeld en worden er tal van digitale diensten aangeboden. Maar wat houdt e-government precies in, of vrij vertaald zoals ik al zei toch, elektronische overheid? Wat houdt het in? En waar bevindt Suriname zich op dit gebied hiermee? Vanavond in Opinie, e-government. Onze gast voor vanavond is Gardelito Hewaki. Hij is coördinator van het e-government. Hewaki heeft de bachelor in bedrijfskundige informatica en de master in engineering management succesvol afgerond. In 2010 is hij op het kabinet van de president begonnen als ICT-adviseur van de president. Van 2012 tot 2015 is Hewaki de ondervoorzitter geweest van het eerste e-gov-team en is vanaf 2015 de presidentscommissaris bij Telesuur. Thans is hij de e-gov-coördinator. Dames en heren, Gardelito Hewaki. Heer Hewaki, goedenavond en ook welkom in deze aflevering van Opinie. Bedankt. Ook u bedankt voor het feit dat u hier met ons bent komen zitten vanavond om te discussiëren. Zodat we een beetje uw opinie kunnen horen over e-government, elektronische overheid. Ik zei in mijn inleiding, we horen er vaak over, maar helpt u ons, want u bent de specialist op dit gebied. Wat moeten we verstaan onder e-government? Zoals u al zei, elektronische overheid. Het e-government coördinatieteam die is bezig met het automatiseren van de overheid, maar niet automatiseren alleen, maar ook kijken naar de processen van de overheid om die te vereenvoudigen waar nodig, transparanter te maken vooral en dan te automatiseren. Als we gewoon nemen zoals de processen er nu zijn en we automatiseren wat er is, kan het zijn dat je soms garbage in, garbage out hebt. Heel wat processen zijn omslachtig, dus de transparantie moet erin en vereenvoudiging. Dus dat is in volksmond, zodat men het makkelijker begrijpt waar e-government zich mee bezig houdt. Maar u zegt ons automatisering betekent dus, ja, dus althans processen naar automatisering. Maar is dat voor, moet ik het begrijpen dat e-government zich strekt over alle ministeries of is het gewoon op één gebied? Het gaat om alle ministeries, het gaat om de totale overheid. En het uiteindelijke doel dat je wil bereiken is dat je de burger makkelijker maakt om transacties met de overheid te kunnen doen. Waar u uitreksels zou moeten halen, rijen zou moeten staan om allerlei documenten te halen, om bijvoorbeeld een stukje grond aan te vragen. Zoals het in het buitenland kan, kan het straks ook in Suriname, dat u thuis met uw ID-kaart als sleutel, uw EID als sleutel, kan inloggen, uw documenten kunt opvragen of ophalen en kunt applyen voor een stuk grond. En dan zou het systeem u ook direct moeten kunnen zeggen, meneer Hewaki, u heeft al een stukje grond, dus u komt niet meer in aanmerking. Nice. En dan hoef u niet te blijven wachten of, en dat, u, dat, hij het, dat het systeem het aanneemt, maar dat u ook
van tijd tot tijd zelf kan gaan kijken van waar zit mijn stuk in het systeem eventueel vast. Of dat u niet hoeft te bellen of achter mensen hoeft te lopen van hoe zit het met mijn stuk. Ja, ja. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben blij met deze ontwikkeling hoor. Want je gaat vaak naar het buitenland, althans ik, en je ziet die dingen in het buitenland. En je vraagt jezelf af, nou maar mijn god, maar waarom kan het dan niet in Nederland dan? Ja. Waarom kan het niet in Nederland? Ja. Wat is er gebeurd dat het niet in Nederland kan? Maar nu zijn we zover in principe. Eigenlijk hoor ik u zeggen, in platvertaalde woorden, is dat dus e-government het leven van de mensen makkelijker moet maken wanneer ze een transactie met die overheid moeten doen. Willen doen, ja. Dat gaat mijn leven makkelijker worden. Dus ja. Het moet mijn leven makkelijker gaan maken in principe. Oké. Maar zijn we in Suriname, zijn Surinamers, zijn we zo ver, denkt u, voor e-government? Nou, wat er gebeurt is, dat is ook in alle landen gebeurd. Het is niet dat je mensen wacht op mensen of mensen zo ver zijn. Ja, als overheid moet alvast die stappen beginnen te maken. De processen voor de mensen vergemakkelijken, zetten, gooien op een platform en dan gaat men het automatisch gebruiken. Dat is het in grote lijnen. Ja. Dus in principe zeg je, je moet niet wachten tot mensen klaar zijn. Je moet dat gewoon doen en dan gaan die mensen zelf eraan winnen. De voorwaarden die moeten er natuurlijk worden geschapen. Het betekent dat mensen beter, betrouwbaarder internet moeten hebben om dus werkelijk van huis uit de transacties te kunnen doen. Zowel iedereen kan een beetje omgaan met een smartphone. Ja. Als we weten dat de meeste mensen over een smartphone beschikken, moet je dan daarbij ook rekening houden dat je, als je dit soort diensten gaat automatiseren, je niet de dienst afhankelijk maakt. Behalve dat, maar dat je dat de dienst niet afhankelijk maakt van computers, maar dat je dus ook de smartphone moet kunnen gebruiken. Inderdaad, want ik kan me die tijd nog herinneren, als je een PC had toen thuis, die ben ik vaarlijk. Maar nu tegenwoordig denk ik dat de computerzaken het heel moeilijk zullen hebben. Ga ik ervan uit hoor met verkoop, omdat de hele wereld overstapt naar Android. En een ander ding ook is dat inderdaad, dus ik kan me helemaal vinden in hoe je dat zo brengt van mensen zullen dan automatisch aan ready ervoor zijn wanneer je ermee komt. Want die mevrouw van bijvoorbeeld de gerespecteerde leeftijd van 60, bij wijze van spreken, moest vroeger misschien niet weten van WhatsApp. Ja, wanneer doet nu verandert ze elke dag de status profile of foto. Dus inderdaad. Maar hoe lang zijn we bezig hier in Suriname met die voorbereiding? Of zijn we al zo ver? Dus waar zijn we in het proces? E-government is in 2012 begonnen. Toen als commissie waarbij de verschillende ministeries, maar ook mensen uit de sector bij elkaar zijn gekomen in een e-government commissie. Het viel toen onder het kabinet van de vice-president. En we hebben toen een stappenplan uitgezet, toen voor 2012 tot 2016. En wat er toen gebeurd is, is in elk geval dat de basis is gelegd om nu de diensten te kunnen beginnen te bouwen. Wat bedoel ik daarmee? De GovGrid is toen, er is een begin gemaakt met de GovGrid. De GovGrid is niets anders dan de connectie van de verschillende overheidsgebouwen met fiber toen, op de datacenter die toen ook is opgeleverd. Wat is er toen ook nog meer gebeurd? Er is de websites, de gov-websites zijn toen ook gelaunched. En e-mailadressen voor de overheid zijn aangemaakt om zo uniform mogelijk te kunnen communiceren en ook officieel mogelijk. Er zijn nog ambtenaren die eventueel een Hotmail en een Gmail-adres gebruiken, maar dat is niet zoals het zou moeten zijn. Wat we nu ook zijn gestart als e-government is een transitie om te gaan van de bestaande e-mailadressen. Nu hebben we dat elk ministerie zijn eigen achtervoegsel heeft. Voor instance foreignaffairs.gov.sr, kabinet van de president, president.gov.sr. Waar we nu naartoe gaan is dat we al deze adressen gaan maken, gewoon naam, familienaam, apenstaartje, gov.sr. Ja, ja, ja.
maakt het ook makkelijker als mensen eventueel gaan voor een overplaatsing of als namen van ministeries wijzigen. Mm-hmm. Maar gewoon om als één overheid te kunnen communiceren, doen we dat, is één. En twee, dan zullen we daar met op dit nieuwe platform ook alle ambtenaren van een e-mailadres voorzien. Mm-hmm. En dat brengt ook nog met zich mee een stukje besparing, want dan hoeven na dit jaar, wanneer dat is uitgerold, hoeven er geen loonslips meer worden uitgedraaid. Maar kan elke ambtenaar zijn slip, als het ware, elektronisch ontvangen, waarbij we ook papier kunnen besparen. Maar ook alle documenten die dus de ambtenaar nodig heeft, die kunnen daarom gemaild worden. Nice. En dan hebben jullie een streefdatum? Dus voor welke datum? Voor de migratie van dit project, daar hebben we nu 6 maanden voor uitgerekend. Dus 6 maanden van nu af? Ja, ergens in dus juni. Dus ergens juni 2019? Begint de implementatie. Moet elke ambtenaar over zijn e-mailadres beschikken. Oké. En het compleet pakket waarbij ik niet meer rij moet gaan staan ergens bij een ministerie? Nou, het zal natuurlijk, we zijn er nu pas aan het... bij de eerste stap eigenlijk, eerste tree van die ladder. En op dit moment zijn we bezig met de bouw van de platformen op de ministeries van ruimtelijke ordening, grond- en bosbeheer en sociale zaken en huisvesting. Wat nu al een feit is, is dat als u naar een RGB gaat, RGB. Ordening hoort er niet bij, als u nu naar RGB gaat, vroeger was het zo dat aan het begin van de maand LAD-nummers werden uitgedraaid. Wat voor nummers? LAD-nummers, dus LAD. Dat is zo'n aanvraagnummer die u krijgt als u de grond gaat aanvragen. Oké. Die werden uitgedraaid en u kon dan eentje kopen en uw stukken met uw onderzoek van een stuk grond kon u dan erbij voegen en dan werd dat ingediend. Ja. Wat er kon gebeuren was dat LAD-nummers, LAD-nummers werden verkocht. Het is iets dat gebeurde, ik noem het gewoon zo. LAD-nummers werden verkocht, de eerste volgnummers. En als u bijvoorbeeld een stukje grond had gezien ergens waar u zegt van hey, ik heb daar interesse in en het bleek vrij te zijn. U had uw figuratieve kaart gemaakt, uw onderzoek gedaan, het is vrij. Ging naar RGB en u zegt ik wil een stuk grond aanvragen en u kreeg bewijzen van spreken nummer 4. Wanneer dan de stukken werden ingediend, werd dan binnen gecheckt en werkelijk gescreend van hey, werkelijk, het is vrij. En als er eerdere nummers al gereserveerd waren of verkocht waren aan vrienden, werden die ook nog gebeld om te zeggen van hey, ik heb een stukje grond voor je gevonden. Als je interesse hebt, kom met je LID-nummer. Alles van u werd gekopieerd, daarbij toegevoegd. En omdat nummer 3 voor nummer 4... Dan gaat het naar nummer 3. Ook al was nummer 4 aangevraagd op 1 januari, als nummer 3, of het nou in februari werd aangevraagd, omdat het LAD nummer 3 was, zou dat nummer eerst in aanmerking komen voor de grond, dan uw nummer 4 met de eerdere datum. Ja, Wat we nu gedaan hebben, is dat er een systeem is waarbij die nummers al, dat systeem, en daarom had ik het over kijken naar de processen. Dat stukje is al weggewerkt. Het is dus nu heel transparant. Als u komt om een stukje grond aan te vragen, creëert een systeem automatisch een nummer voor u op datum en nummer. En wanneer een tweede persoon komt om datzelfde stukje grond aan te vragen, zegt het systeem, dat stukje grond is al in behandeling, kan niet aangenomen worden. Dus dat is nu al gedaan als eerste stap en nu werken we aan de achterkant van het systeem verder om dat helemaal te automatiseren, zodat als binnen 2 tot 3 maanden dat af is, grondaanvragen alvast geautomatiseerd zijn, moeten we dan nog wat klein werk doen om het op een website te kunnen zetten en dan is dat stukje dan al af. En dan gaan we dan verder met sociale zaken, huisvesting en dan gaan we dan de ministeries af. Ja. Je noemde net een voorbeeld van RGB. Het is geen voorbeeld, no? Het is geen voorbeeld wat er zich nu plaatsvindt en wat eigenlijk de e-government al aan het oplossen is bij RGB. Ja. Maar heeft u misschien nog concrete gevallen waar e-government ook nu al langzaam aan iets aan het doen is? Dan ga ik even gewoon het lijstje langs met een lopende projecten. Ja, ja, ja.
Een ander lopend project is wat we de 29e van december jongstleden hebben gedaan. Dat is het opleveren van het eerste deel voor Safe City, voor wat Safe City betreft. Dat is even weer heel iets anders. Dan gaat het dan gewoon om veiligheid van de algehele veiligheid van ons als burgers. 100 strategische locaties in Paramaribo zijn er camera's die operationeel zijn. Dat houdt in dat er op de, voor wat betreft de public space, er een oog is, extra oog is die oogje in het zeil helpt houden. Wat is daar de voordeel voor ons als burger? Als er iets something gebeurt, kunnen de instanties terugkijken om waar nodig datgene het gebeurd is makkelijker op te lossen. Het gaat om een comment center die ook is opgeleverd, waarbij er eenmaal 24 uur mensen in zitten die ook zitten te kijken. Maar je kan onmogelijk naar beelden van 100 locaties, waarbij er 3 camera's per locatie zijn. Je kan onmogelijk naar die 100 camera's op één moment kijken. Maar bij hoogtijdagen in het uitgangscentrum, daar zou men wel, die beelden kan men wel op het scherm hebben. Ja. En als er iets gebeurt, en dat gebeurde ook toevallig de dag voor de launch, dat er op een van de wegen in de binnenstad een aanrijding was. In dat geval hoeft men niet eerst te bellen met de politie als dat zo zou gebeuren. De politie kon haar collega's direct instrueren om te gaan naar de plek waar die aanrijding was. Dat is 1. 2. De politie, brandweer en de ambulancediensten, die zitten ook in het comment center. En het oproepnummers van alle individuele diensten zijn dan naar daar geforward. Waarbij als u vroeger belde om, voor een ambulance of een brandweerwagen omdat er brand was en u drukte 115, kon u als antwoord krijgen dat u verkeerd gebeld heeft en verloor u wat seconden om dan terug te bellen naar het juiste nummer. Nu belt u gewoon naar de comment center. Naar wie er nodig is, wordt er direct gedispatcht, want ze zitten met z'n allen daar. En dan hoor mensen zeggen van ja, in een comment center horen er geen andere mensen dan politieagenten. Ja, dat heb ik wel op horen. Strikt, ja, onjuist en onwaar. Nee, ja, klopt totaal niet. Ja. Elk land kiest wat zij doen en het is, in de meeste landen is het nu juist dat het duur is om een dure opgeleide politieagent als callteker te gebruiken voor een aanrijding of dat een huis in brand is. Het kan gewoon door een burger. Wie daar wel moeten zitten, zijn de dispatchers die dan van de desbetreffende diensten moeten zijn. Okay, maar om even te blijven bij dat van een comment center, want inderdaad heb ik een politicus of een DNA-lid horen zeggen van ja, hoe kan het nou dat er gewoon andersoortige mensen dan mensen van de gewapende macht in een comment center zitten, omdat er verschillende dingen inderdaad naar binnen komen. Als we even refereren, dan moet ik refereren naar, je weet in de tijd, die films en die documentaires van 911, juist. Dat is dus denk ik een van de bekendste comment centers. Ja. Maar dan merk je toch wel dat wanneer iemand belt naar zo'n 911, dus om voor de mensen die nu aan het kijken zijn, als ze even afvragen wat een comment center is, is het een centrale waarbij alle meldingen, alle soortachtige meldingen naar binnen komen. En dan gaat die dan doorgeleiden naar de desbetreffende instanties. Ja. Maar je merkt dat toch wel in de tijd toen van de documentaire Rescue 911, dat wanneer iemand belt bij wijze van spreken, mijn vader heeft iets geslikt en hij is aan het stikken en hij ligt hier op de grond. Mm-hmm. Maar dan merkte je toch wel dat de persoon aan de telefoon wel bepaalde basisdingen aan het kind bijvoorbeeld kon geven van draai pap op zijn zij, zet pap op zijn zij, maar dat was geen politie, op zijn rug. Maar het was geen politieagent. Nee, het was geen politieagent. Okay. Nee, het was geen politieagent. Dus dat is één. Maar je zag dat de mensen toch wel, niet alleen maar gewoon calltakers waren, maar ze hadden toch wel... Ze moeten gewoon een bepaalde minimale basis hebben. 1, 2. En indien niet, is de calltaker, zoals ik al zei, de mensen van SIH of van de brandweer of de politie zitten vlak daar als dispatchers. En het kan dan direct naar ze worden doorgeschakeld. Okay. Ja. Geen vultje aan de lucht. Ja, precies. Okay. Dus die call wordt meteen opgevangen en doorgeleid snel naar een deskundige. Okay. Want het mooie daarvan is dat, precies in het voorbeeld dat u geeft, stel dat het een politieagent was die daar zat.
die van crime weten en oplossen daarvan. Ja, en die van papa die aan het stikken is, ja. Door een snoepje. Ja, dus, ja, ja. Oké. Nee, mooi. Want dat betekent dat wij dan call centers command centers zouden moeten hebben voor elke dienst. Het is undone. Nergens in de wereld doet men dat. Ja, dus, precies. We hebben goed afgekeken in deze, mag ik gewoon zeggen. En waar nodig, en dat heb ik ook gezegd bij de launch, we zullen de command center en dat hele Safe City gebeuren moeten blijven tweaken naar, om te blijven bij internationale standaarden. Anders hebben we iets gedaan in 2018 en zijn we in 2020 audited, bij wijze van spreken. Dus ik moet u eerlijk zeggen, meneer Hewaki, u haalt een mooi punt aan. We hebben goed afgekeken. Ja. En dat is inderdaad een van die dingen ook waar ik even met u over wil hebben. Hè. Soms vind ik dat we een beetje te vermoeiend doen hier in het land. Ik weet niet waarom, maar soms vind ik dat mensen een beetje dat wij, onze Surinamers, onze medeburgers, dat ze soms een beetje vermoeiend doen. En ik weet niet als het een bepaalde bedoeling heeft, maar omdat we niet het eerste land zijn in de wereld, toch, meneer Hewaki, die dit soort dingen doen. Dus al deze dingen waarmee we zitten zijn al ergens uitgevonden. Ja. Dus het enige dat je zou moeten doen, waarom het wiel opnieuw uitvinden, is gewoon afkijken. Goed afkijken, zoals je dat zegt. En het dan implementeren in Suriname. En waar nodig kijken dat er wetgeving bij moet komen en de mensen opleiden om het geheel te kunnen opnemen. Juist, om dat ding te versunamiseren, zoals ze dat ding zeggen, toch? Oké. Maar in het verlengde daarvan, dan kom ik weer terug op e-government. Alles dat wij aan het doen zijn op het gebied van e-government, software, processen, camera's, control room, comment center, al dat soort dingen. Zijn dat softwares die onze Surinamers schrijven of kopen we die dingen gewoon in? Hoe gaat het? Kijk, in sommige gevallen zijn er dingen zoals dat van de platformen bij de verschillende ministeries. Daar gebruik je open source software, waarbij dan Surinaamse bedrijven, het zij ook gewoon mensen van de overheid, dan de nodige software ready maken voor de desbetreffende diensten. Okay. Want je hebt daarvan die pakketten om aanvraagsystemen om te kunnen gooien in een platform. Als het gaat om dat van Safe City, dan neem je een proven solution. Als het gaat om ID, dan zeg je niet dat je dan als land, precies zoals u zegt, wil Jenny piggen om dan iets te gaan schrijven en maken dat straks niet voldoet aan internationale standaarden en je niet je credentials kan delen met landen en je ID-kaart niet zou kunnen gebruiken overseas. Want nogmaals, we zijn niet alleen Suriname. Klopt. We zijn wereldburgers. Ja, inderdaad. Zoals toen ook genoemd is, straks moet onze kaart voldoen aan de Caripas-gedachte. Mm-hmm. Ja. Het is niet een Caripas op zich die alleen voor het Caribisch gebied zou zijn. U heeft een lokale ID-kaart. Ja. En die moet voldoen aan de eisen om straks te kunnen reizen in de regio. Ja. Nogmaals, dan, om bij de ID te blijven. Het hele ID-gebeuren is zo ook genoemd van we moeten een ID-kaart hebben. Trouwens, er is een hele heftige discussie in de Nationale Assemblee. We hebben natuurlijk internationaal gekeken, wat is er te vinden. Er is dan ook een heleboel genoemd over tarieven en prijzen. In de Nationale Assemblee hebben we ook alles gewoon transparant laten zien. En uiteindelijk heeft dan de rest, de coalitie gezegd van oké, we zijn ervan overtuigd. We geven het project onze zegen. We zitten in de laatste fase. Het staatsbesluit moet binnenkort naar de staatsraad. Zodat dat af is, betekent dat we zouden kunnen starten met het produceren van de ID-kaarten. En nogmaals, als uw ID-kaart heeft straks uw EID, staat dat niet los van op zich, staat dat niet op zichzelf. Het is dat onderdeel ook van het hele e-government gedachte. Om, zoals ik het al eerder heb gezegd, uw diensten aan te kunnen vragen. U hoeft niet meer in tijd niet meer in een rij te gaan staan voor een uittreksel, omdat de basisgegevens al op uw ID-kaart staan. Maar als u toch wel een bepaald document zou moeten hebben, is CBB ook al met ons bezig om te komen tot een soort My Citizen Box, waarbij u van huis uit kan authenticeren om te zeggen, ik ben Gardelito Hewaki, ik hoef niet in persoon langs te komen.
Want mijn ID heeft al is de sleutel. En dan kan ik de documenten die ik nodig heb trekken. En nogmaals, dan kan ik mijn grond aanvragen. Ik kan zo wild als mogelijk gaan. Dus in dit jaar, concreet, hebben we nog dat we werken aan een QR payment system. Samen met de... Wat is dat nog een keer? QR payment system. Dat wordt dat QR, straks is met een QR, is die QR codes. Ja. Dat u dan betalingen gaat kunnen doen. Maar om ook weer niet bij de bank te hoeven te gaan, heeft u dan die EID nodig om zo een wallet aan te kunnen vragen. Dat betekent dat als u naar, ik weet niet of u bekend bent, maar niet veel landen, China en India, die hebben, dat u gewoon naar de winkel gaat, u krijgt een QR-code gepresenteerd, u scant hem in en u doet de betaling via uw telefoon. Omdat in die QR hebben ze dus alle gegevens. Het is in de QR komen dan de gegevens van het bedrag dat u moet betalen en de overmaking. Mooi. Dus dat systeem, de launch is gepland voor maart. Kan dat het met maart 2019. Maandje, maart 2019. Ja. Kan dat het met een maandje uitgesteld wordt. EID is onderdeel van het Secure Document Platform. We werken vanaf de komende week samen met de politie en de PG. Kijken we ook naar het rijbewijzensysteem om dat veilig te brengen op het nieuwe platform. Waarbij u dan ook een biometrisch rijbewijs kan krijgen vanaf mikken op september dit jaar. E-passports, zoals u ook zei, als u naar het buitenland gaat, waarom moeten wij in een rij staan en wachten op een douanier om voor ons af te stempelen? Met een e-paspoort kunt u daar ook, dat is een mooi punt, want ik vond het zo vreselijk. Ik sta één lange rij en ik zie de mensen van die andere landen gewoon door een bepaalde rij gaan. Die elektronisch paspoort hebben. Juist, ze scannen hem zelf, ze scannen hem zelf en voep, en we voorbij zijn ze. Dus daar, jij staat maar daar te wachten. Daar beginnen we ook mee dit jaar. En wat ook direct op de eerste lijst staat, is de wapenpasjes, dat die ook naar het veilig platform komen. Ja. Voor dit jaar hebben we nog gepland Wi-Fi for Schools, dat is onderdeel uit het Telesur Nationaal Breedbandproject, waarbij alle scholen zullen worden aangesloten ook op de GovGrid. Dat enabelt ons om straks e-learning platform op te kunnen leveren, en onze target daarvoor is dat we bij het komend schooljaar al delen van curricula voor de verschillende onderwijseenheden op dit platform hebben. De benefit, de kinderen die het meest van zullen benefiten, of niet alleen kinderen, maar mensen, zijn de mensen in het binnenland. In binnenland. Omdat die dan ook van hoog onderwijs op hoog niveau zullen kunnen genieten met dit e-learning platform. Ja, mooi, mooi. Dat zijn de highlights in elk geval voor dit jaar die we gepland hebben. Ja, tot zover in het proces van e-government. Yes. Mooi. Meneer Wakki, laten we ook even kijken hoe de mensen, wat hun opinie is over e-government. Als ze het kennen en als ze het kennen hoe ze denken dat het gaat uitpakken voor ze. Het compleet pad naar digitalisering, laat me het zo noemen. Laten we even kijken hoe de mensen op straat, wat hun opinie is. Wat vind je ervan dat de overheid zich bezighoudt met het digitaliseren van diensten en elektronische ID-kaarten? Ja, ik ben wel eens ermee, want hoe de wereld nu omgaat, dan wordt er meer technologie gezet op scholen, werk en noem maar op. Zo, ik ben wel eens ermee dat het gedigitaliseerd wordt. En dat het goed zou zijn, moderner gaat mee met de tijd. Wel, het is wel gemakkelijker. Ik vind het beter in zo'n geval dat de overheid dat zal aanbrengen. En ja. Aan de ene kant, het is goed. Waarom? Omdat het aan de ene kant zorgt voor minder loperij voor de mensen die wat zaken willen regelen. Maar als we gaan kijken, bijvoorbeeld ze zijn begonnen met online banking. Zie je dat als je dat doet, het aantal dagen duurt voordat je zaken zijn geregeld. Dus hopelijk, het is goed, maar ze moeten ons ook garanderen dat als je het hebt, je niet het direct werkt. Dat je niet, als je daar bent, je hoort van nee, dan moet je toch dat gaan halen. Bijvoorbeeld, als bepaalde zaken moet je dat doen, bijvoorbeeld met een familieboekje, interesse van een heleboel zaken. Zeg maar, van dat je het kan, maar dan moet je toch gaan voor andere stukken. Dus je moet me zeggen dat alles daarmee gedaan kan worden. Oh, ik vind het goed, want namelijk is het zo dat je met de technologie mee moet gaan. Dus ik vind van om zo'n stap in die richting vind ik wel goed, ja. Nou, ik zou het deels goed vinden, want dan hou ik mee met de tijd. Ja, zwak.
kan eigenlijk geen weten, maar als het uitkomt, ik wil graag weten wat het is. Dus ja, ik ben bereid. Ik kijk uit en naar. Ik vind het heel handiger, zodat mensen makkelijker hun zaken kunnen regelen en dat ze dan snel misschien geholpen kunnen worden. Ja, en dat waren de meningen, althans dat was waren hun opinie hoe zij dus omtrent dit onderwerp van vanavond. E-government, hoe zij dat zien, hoe zij denken dat het zal gaan werken en kortom wat zij ervan vinden. Meneer Hewaki, als, kijk, met e-government, als ik dus nogmaals digitaliseren, e-government, elektronische overheid, dat denk ik, helpt u maar, correct me if I'm wrong, maar dan zit ik te denken aan software, zeer geavanceerde software, en dan zit ik ook te denken aan hardware. Bijvoorbeeld een van de projecten van e-government is ook Safe City, zoals u noemt, toch? Die camera's, iedereen ziet die mooie, hoge, witte palen met camera's erop. Maar hoe gaat dat dan met onderhoud van een apparatuur? Want ik neem aan dat er dan ook veel apparatuur bij zal komen kijken. Maar niet ook alleen software, maar ook hardware. Okay. Hoe doen we dan? Hoe wij dat oppakken voor het hele e-government gebeuren in Suriname, is dat wij, om het gemakkelijker te maken, de hele overheid in de datacenter, in één datacenter, huisvesten, om het zo te noemen. Dat maakt dat je niet verschillende serverrooms hebt bij de verschillende ministeries die je moet gaan onderhouden, waarvoor je dan steeds weer hardware moet kopen. Alles staat centraal, onderhoud, vervanging, dat alles is gemakkelijker in dat geval. Wat we wel hebben is ook een backup bij Datasuur. Dat is dus voor de hardware voor computing power of computing space. Okay. Voor wat betreft dat stukje van Safe City. Safe City is onderdeel uit het TeleSuur Nationaal Breedbandproject. En wat dat betreft zal TeleSuur dus zorg dragen voor onderhoud van hetgeen op straat is. Maar ook dat de computing power voor dat stukje van Safe City. Mm, okay. Dus en als we straks ook praten van over wifi voor schools, is dat ook weer, omdat het onderdeel is uit het TeleSuur Nationaal Breedbandproject, doet TeleSuur dat deel. Maar het andere, het overige, van wat te maken heeft met de platformen voor de verschillende ministeries, daar zal dus e-government zelf zorgen voor, e-government samen met de technici van de verschillende ministeries. Nou weet u hoe wij soms kunnen zijn in ons land, in ons land. Weet je, hebben we soms wat hele vervelende mensen ertussen. Dus ik zal misschien namens een van die mensen misschien een hele vervelende vraag stellen. En die vraag zal zijn, hebben wij wel als Surinamers, want ik weet het is in het buitenland, dit allemaal gebeurt dan in het buitenland, dus hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden, hebben we al bijna een aantal keren gezegd. Kijk gewoon goed af en doe dat ding ook hier in ons land, want dit werkt in het buitenland, het is makkelijk, het is efficiënt, het gaat heel goed. Maar hebben wij hier in Suriname genoeg kader voor Tjara Sandis Waka, meneer Hewaki? Okay. Een van de dingen die wij ook, waar we ook mee bezig zijn, is een stukje van kader. Maar meer kader in de zin van kijken hoe wij kader bij de overheid kunnen houden. De salarissen voor de ICT'ers zijn heel laag, waardoor een heleboel ICT'ers in de afgelopen jaren ook zijn weggelopen. Als wij dat ook aantrekkelijker maken bij de overheid. Oh, dan gaan ze naar de particuliere bedrijven. Dus dat stukje zijn we ook aantrekkelijk aan het maken. En daarnaast ook tegelijkertijd bij elke van de projecten waar we over praten, hoort er natuurlijk ook training bij. En worden mensen zodanig getraind. Maar nogmaals, als wij niet werken. Nee, maar getraind door wie? Bijvoorbeeld voor Safe City worden de mensen door wat wij zelf getraind. Door het bedrijf waar we zijn. En dan worden we ook zodanig getraind bij dat van de ID door mensen van Flatacom. En dan hebben we dus ervoor gezorgd in de contracten dat wij all the way worden getraind om alles zelfstandig te kunnen doen en waar nodig we ook wijzigingen willen doorvoeren. Dat we dat zelf kunnen doen en niet afhankelijk zijn van de bedrijven. En dat ook onze data niet in hun hand zit. Maar dat zelf wordt beheerd door Surinamers. Ja, ja.
de voorstellen die zijn we aan het afronden om die te doen naar de regering. Het gaat een beetje geld kosten, maar als we daar geen geld tegenaan gooien en we niet kunnen veiligstellen dat we de technici kunnen houden, dan zou dat terecht zijn. Maar dat komt sowieso goed. Het is ook besproken. Het is ook een van de voorwaarden die is gezet toen. En really, als je dat niet hebt, zou je mensen kunnen blijven trainen, maar men gaat weglopen. Ja. Goed, nee, mooi, want je gaat ervan uit, toch, van kunnen we dat ding wel doen? In het land. Want het is niet een eenvoudig ding natuurlijk, dat compleet pakket van e-government. Ja, wat mensen ook misschien niet weten, want vaak hoor ik dat men praat over kader. Misschien is er bij de overheid in dit geval minder kader. Maar in Suriname is er topkader, want er zijn tig bedrijven die ook nog diensten voor de regio, maar ook andere landen leveren op ICT-gebied. Inderdaad. Dus, het enige wat dus we ze werken doen, niet allemaal bij die overheid. Nee, ze zitten meestal maar buiten. Ze zitten, ja, meestal maar er buiten. Is kader in ons land. Ja. Mooi. Hoe staat het met dat stukje wetgeving, als we denken aan bescherming van onze burgers? Is er een stukje wetgeving daarvoor? Er is nu, op dit moment, zijn de wetgevingsjuristen van Binnenlandse Zaken samen met Juspol bezig om wetgeving aan te scherpen voor al deze diensten. De basis is er al, want vaker heb ik mensen ook horen vragen, maar hoe zit het met mijn privacy in dat verhaal over Safe City? Ik zeg, kijk, het eerste is dat de Safe City camera's, die zitten, hun operating space is in de public space. Dus dan heb je daar al minder hoofdpijn voor wat betreft privacy, want je bent op straat. Maar, hoewel het op straat is, zou het ook misbruikt kunnen worden van mensen die in de comment center zitten. Ja. Maar die mensen zijn onder ede. Dus er zijn al maatregelen die getroffen kunnen worden indien zij de beelden misbruik zouden willen of kunnen misbruiken. Ja. Nog een ander belangrijk ding is dat bij alles wat wij als e-government nu aan het doen zijn, er zijn audit trails. Dus niemand moet denken dat ze iets zouden doen om beelden vast te leggen, om te geven aan iemand en get away with it. We gaan precies weten wie wat op welk moment gedaan heeft. Nice. Dus bij wijze van spreken, als ik mijn buurman zie weggaan met iemand anders bijvoorbeeld en ik zit in die comment center, dan neem ik mijn mobiele telefoon, dan precies daar moet ik je stoppen. Geruststelling naar de samenleving. Want niemand zit binnen in de comment center met zijn telefoon. Okay. Dus dat gaat alvast niet kunnen. Want anders kan hij snel filmen op het scherm. Ja. En dan stuurt hij van, kijk, wat de buurman doet. De veiligheidsdiensten hebben ook gewerkt aan regels omtrent de comment center. Mooi. Hoewel ik als e-government coördinator de comment center heb opgeleverd, loop ik ook niet meer de comment center binnen zonder een grondige reden en begeleiding. Nice. Dus Mooi. Want houden we dat ding professioneel, toch? Zoals ik al zei, goed afkijken. Inderdaad. Ik bedoel, waarom dat ding opnieuw gaan doen terwijl dat ding al honderden jaren werkt in die andere landen. Mooi. Milleming. Even te blijven bij dit gedeelte van e-government, want vaak merk ik dat mensen die dingen ook verwarren, hoor, meneer Waki. Zij denken aan e-government, dan denken ze meteen aan die camera's. Weet je, de meeste mensen denken e-government is camera's is e-government. Zij denken alleen de camera's. Als we praten over e-government, dan praten we alleen maar over de camera's. Dus om even dat ding te benadrukken en te stressen, dat gedeelte van Safe City, van het project van die 100 camera's, is één onderdeel van dat heel e-government van eigenlijk gebeuren. Dat Safe City gebeuren, liever. Ja. Safe City is dan toch ook weer een onderdeel Safe van Safe City is, dus e-government houdt zich bezig met alles van die elektronische overheid, waarvan Safe City een onderdeel is. En een onderdeel bij Safe City is camera's. Maar uiteindelijk valt die toch allemaal in onder dat e-government proces in? Want je kunt straks met de camera's ook features die aangaan straks zijn nummerregistratie. Mijn auto is gestolen en u belt en u geeft door bij 115. Mijn auto is gestolen. Wat is uw penningnummer? Wordt ingevoerd en het systeem haalt aan. Geeft dan direct aan waar uw auto langs welke camera is gegaan. Serieus. Zodat de politie ook gerichter kan gaan
of direct een eventuele roadblock zou kunnen zetten om te zeggen van, hey, die auto rijdt richting Quataweg, dus er is een prognose dat hij die kant op gaat. Ja. Trouwens, je hoeft niet in depth te gaan natuurlijk, of je weet het ook niet, vanwege de discretie, maar je zegt die, dat om even bij dat van die Safe City en even bij die camera's te blijven, vanaf 29 december nog, jawel, hebben jullie dat zaakje geïmplementeerd. Ja. En bent u misschien ervan op de hoogte als dat van die camera's überhaupt iets heeft opgelost? Het heeft een geholpen case bij, heeft opgelost vanaf 29 december? Het heeft zeker geholpen bij een paar cases, ja. Oké. Nee. En dat was op welk gebied? Was het een gebied van crime, een gebied van aanrijding? Nou, het is crime, aanrijding. Gelooft u me, er gebeurt elke dag wel iets. Dus nogmaals, ook bij aanrijdingen waarbij vroeger de twee partijen niet eens met elkaar waren en er misschien geen omstanders waren. Nu is het, indien er een camera daar aanwezig is, gewoon terugkijken naar wat precies is gebeurd. En u lost direct op. Ja. Oké, en als ik ergens, zeg maar 2 uur in de ochtend, rijd ik op straat. Mm-hmm. En de straat is leeg, ik ben alleen in die straat. En er rijdt per ongeluk er rent iemand langs en pakt. Ik ben op de fiets bij wijze van spreken en er rent iemand langs en hij pakt me, mezelf. Ik zeg maar wat. En I'm a long way en ik kan hem niet vinden. Wat moet ik doen? En dan bel ik dan naar de command center. Dus 1 centraal en bel ik naar de command center. Iemand is weggerend. Zonder telefoon. Wat? Zonder telefoon. Oké. U heeft nog een andere. Nee, maar dat maakt het verhaal nog mooier, inderdaad. Want hij is weggerend met mijn telefoon. Dus dat maakt het verhaal nog mooier. En ik ga naar ergens. En dat zeker, inderdaad, want ik heb nog geen telefoon bij me. Hij is weggerend met mijn telefoon. Dus ik ga naar ergens, maar dan zijn we ongeveer 2 uurtjes later. Maar ik moet toch nog bellen, want de man voert mijn telefoon. Dus ik bel 2 uren later naar de comment center. Dat op zo'n tijdstip ongeveer ik in deze straat was. Ja. Bijvoorbeeld in de Hewaki-straat. En was maar long aan mijn telefoon. Wat gebeurt er in zo'n geval? De beelden worden gerekord. Tot op 30. Dus tot 90 dagen nadat zoiets is gebeurd, kan de politie dan terugkijken. 90 dagen kan. 90 dagen kan de politie terugkijken. Oké. Dus de comment center geeft dan zo'n melding door aan de politie. En om misschien ook direct te zeggen, want een paar keer is het mij gevraagd van, hey, hoe zit het, er is zoiets gebeurd, kan je kijken? Nee, ik kan niet kijken, niemand van e-government kan kijken. De aangifte wordt normaal gedaan bij de politie. Digitale recherche, die hebben hun regels hoe ze dat precies doen en die kijken dan terug en dan wordt het als bewijsmateriaal bij de case geleverd. Het gaat ook niet aan de burger gegeven worden. Niemand van de Combat Center gaat ook ooit beelden geven aan burgers. Ja. Om dat ook direct uit de wereld te helpen. Precies. Misschien heb ik dat stukje gemist, meneer Hewaki, maar is er al een Combat Center nummer of 115, de 115. Oh, dat is hetzelfde 115. Sorry, heb ik dat gemist. Belt u gewoon en u wordt heb ik dat even goed gemist in dit praatje. Ja. Maar, dus dat de comment center, het nummer is 115. Nu, datzelfde nummer als zoals we gewend zijn te bellen naar de politie 115, is nu nog steeds hetzelfde nummer? Vanaf 27 december zit de politie in de comment center. Oh, daar heb ik dat behoorlijk gemist, want dat wist ik niet. Nee, en nu valt dus onder diezelfde 115, valt nu? Dus in de comment center, nogmaals voor de duidelijkheid. Dus als ik nu bel naar 115? Belt u naar de comment center. Okay. Als je belt naar 115... Oké, maar morgen, als mijn kat zich hier verslikt, morgen. En u belt heeft een verkeerd brok en mijn kat heeft zich verslikt. En ik bel naar 115. Kan het? En u belt naar... Dat zou u in principe, denk ik... Ik weet niet waar u naartoe zou moeten bellen nu. Ja. Maar uw kat misschien niet. Maar als uw broer of iemand zich, kloppen het af, zou hebben verslikt. Ja. Zou u bellen naar SIH. Dan worden die calls ook naar... zullen die calls ook naar daar geredirect moeten worden. Dat is nog niet gebeurd, omdat de brandweer en de mensen van het SIH, die moeten de komende week verhuizen. Zij zijn nog niet in de comment center, omdat zij nog wachten op de communicatie met de verschillende brandweercentrales, voor de brandweer en SIH, voor de verschillende ambulancecentrales. Oké, maar dat toch even weer. Wanneer is dat complete ding rond? Dat ik naar 1 nummer bel, 115, no matter what. Dat is de komende week, in feite. Oké. Dus ook al wat er is.
ook bel ik gewoon naar 115 ja. En zij zorgen ervoor dat ik dan... Dan zit iedereen bij elkaar en kan dan gedispatcht worden. De Surinaamse 911. Dat is de Surinaamse 911. Ja, omdat de meeste mensen dat kennen. Hoor. Maar het maakt dan ook wel, ik moet dat ook weer duidelijk zeggen, u hoeft dan ook weer niet te onthouden 115. Zij die 110 kennen, ook al belt u naar 110, u belt naar dezelfde comment center. Ja. Dus alles wordt redirect naar één centrale plaats. Mooi. Ik ben gewoon onder de indruk. Het enige waar ik een beetje niet onder de indruk ben, is dat ik het vervelend vind dat ik het niet echt goed wist. Dus daarom wil ik die volgende vraag stellen. Hoe zit het met dat stukje awareness, dat stukje awareness campagne van het heel e-government gebeuren? Toevallig praten we alleen over dit onderdeel Safe City even, maar hoe zit het met die awareness campagne? Om die mensen echt awareness te maken van één, zoiets bestaat er in de wereld. Twee, Suriname gaat het ook doen. Drie, het komt eraan. Vier, we gaan het zo doen. Dus, hoe zit dat ding? Want ik weet veel van die dingen niet echt. Nou kijk, wij als e-government coördinatieteam zijn van mening dat we toch wel in plaats van eerst een heleboel barbarie maken over wat komt, we toch eerst wat diensten willen opleveren en dan uitkomen om ook aan te geven van this is what we have done en waar we naartoe gaan. Belangrijk is dan wel, zoals u zegt, dat u niet op de hoogte was, dat wij voor de specifieke dingen die al zijn opgeleverd, dan wel de communicatie, de informatie naar de burgerij zouden moeten verhogen. Dat zullen we wel direct meenemen. Oké, mooi. Meneer Wauke, dat zijn we aan het einde gekomen van deze hele leuke aflevering van Opinie, want het is echt een heel interessant onderwerp. Ja. Weet je, het is mooi als dingen, als we als land werken aan digitalisering, vernieuwing, verjonging van systemen, efficiënter maken. Ik bedoel het, waarom niet? Ja. Het kan alleen maar mooier natuurlijk. Maar goed, maar we moeten afsluiten, meneer Wauke. Zou je misschien iets willen meegeven als e-government coördinator aan de mensen die nu naar deze aflevering kijken? Bijna alles is al gezegd, maar to wrap up, als e-government gaan wij dit jaar ons hard inzetten voor het transparantie en voor vereenvoudiging, het vergemakkelijken van de levens van elke Surinamer. Ja. En waar nodig ook veiliger. Toch nog heel kort, we hebben alleen over Paramaribo en Safe City gesproken, maar om misschien ook heel snel nog aan te vullen, is dat voor wat betreft Wanica de 25 locaties in april operationeel moeten zijn. Dat is dan voor het cameradeel. Oh. En voor de rest van het land zijn we nu bezig een high-level design af te maken, waarbij er nog 100 locaties strategisch over het gehele land in place komen. En mooi. Wij maken ons sterk voor om dat ergens rond november in place te hebben. Ja. Mooi. En inderdaad, hè, want we spraken alleen over Paramaribo. Want die eerste 100, die 29 december zijn gepland, zijn in Paramaribo. Mooi. Nee, mooie aanvulling. Meneer Wauke, bedankt voor uw komst hier naar de studio, dat u dus uw licht hebt laten schijnen over het e-government gebeuren. U hebt het gehoord, mensen, in deze aflevering van Opinie, waarin we spraken over e-government, vrij vertaald elektronische overheid, waarbij dus deze overheid ervoor kiest om zijn transacties met die burgers makkelijker te gaan maken, digitaal te gaan maken, efficiënt te gaan maken. Kortom, zodat wanneer je een transactie moet doen met die overheid en die instantie van die overheid, dat Asane Waka op een hele flexibele en makkelijkere manier. Vaker maken we het mee voor de mensen die af en toe in het buitenland zijn. Dan merk je dat de mensen soms ons een beetje uitlachen dat je in een rij moet gaan staan. Terwijl in het buitenland die mensen gewoon vanuit een telefoon of vanuit een mail of vanuit een app een bepaald document kunnen downloaden of een uittreksel uit kunnen downloaden. Anything, you name it. Kortom, een heel positief proces. E-government, zoals u het hebt gehoord van meneer Hewaki. Mocht u deze aflevering hebben gemist of op de helft hebben gezien, dan kunt u rustig woensdag afwachten en dan, of daarna weer vrijdag, telkens weer om 8 uur, dan zullen we hem herhalen, zodat u hem weer ziet. En als u toch die hebt gemist, dan gaat u naar onze YouTube-channel, Nationaal Informatie Instituut. Nationaal Informatie Instituut. Dan zoekt u dan deze aflevering op van Opinie en dan kunt u rustig er doorheen kijken.
skippen, weer teruggaan, weer kijken. Als je iets toch beter wil begrijpen of weer eens wil horen. Rest mij u een hele fijne kijkavond verder toe te wensen. Blijft u vooral naar 8.3 GovTV kijken, zeg ik altijd weer. Als u echt op de hoogte wil blijven van wat er echt gebeurt in het land. Zeg ik elke keer weer. Als u iets hebt gemist en u niet hebt gehoord, is het dan niet onze schuld. Maar daarom zeg ik, kijk naar 8.3. Dan weet u zeker dat u op de hoogte blijft van wat er echt gebeurt in het land. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Op die.